neem ik jullie mee in de wereld van drie bijzondere kunstenaars. Het zijn allemaal keramisten, maar allemaal gebruiken ze de klei op een andere manier. Deze vaas en deze tafel is van Nine Milasic van Atelier de Tulp. En zij is zo'n kunstenaar die bij toeval in dit werk gerold is. Haar broer had een atelier waar hij keramiek maakte, vooral gebruikskeramiek. En als kind kwam ze daar al en maakte ze op de klei tekeningetjes. Van het een kwam het ander en gaandeweg is zij zich gaan bekwamen in dit soort bijzondere werken, waarbij ze een glazuurtype gebruikt en zich steeds daarin ontwikkelt om dat te laten uitvloeien, zodat je iedere keer toch weer een wat ander kenmerk krijgt. Ook maakt zij graag van dit soort bordjes waar zij tekeningetjes op maakt, die of met een thema buiten te maken hebben of met een thema muziek. En ook maakt zij tegeltjes met dezelfde onderwerpen. Dit is dus een keramiste die glazuren gebruikt en ook schildert op gebakken producten. En we gaan nu kijken naar een andere. Een keramiste die heel anders werkt is Laura Hilhorst van Terracotta. Zij heeft de visie dat haar keramiek niet alleen mooi moet zijn om naar te kijken, maar dat je het ook aan moet willen raken. En daarom verwerkt ze in al haar keramiek relief. Nou, dat doet ze op een bijzondere manier die slipdecoratie heet. Dat betekent dat ze eigenlijk de tekeningen maakt of de diepte maakt op vochtig werk. En zo gauw het werk te veel begint te drogen, dan moet het dus weer of in de slip gezet worden of in het water gezet worden, zodat het weer vocht opzuigt en ze dus weer de decoraties aan kan brengen. Dat is een voorzichtig werkje, want iedere keer als de klei het water weer opneemt, ja, dan heb je ook kans dat het gaat barsten of dat er wat anders mee gaat gebeuren of gaat vervormen. Dat is natuurlijk jammer als je eerst met veel moeite een schaal gedraaid hebt en je hebt een mooie vorm en je gaat hem bewerken als je hem dan weer weg kan gooien. Dus het is echt een kunstig werkje. Je kan hier ook zien hoe precies zij dit allemaal uitgewerkt heeft en uitgesneden. Welke kant je de schaal ook draait, het klopt allemaal. Er zal bij haar nooit één streepje verkeerd staan, want dan is voor haar het werk mislukt. Een kunstenaar dus die keramiek maakt die je zowel naar moet willen kijken als wil aanraken. Laura Hilhorst van Terracotta. Thea de Visser is een andere keramiste. En heel anders dan de andere die we u getoond hebben. Zij is begonnen als hobbykeramiste en gegroeid naar wat ze nu maakt. Zij wil vooral het mooie laten zien, de humor en hoe blij we kunnen zijn met het leven. Zij wil bijdragen aan positiefs en ze heeft zelf ook een positieve instelling. En ik denk dat het leuke te zien is aan deze dikke vrouwenserie, de dames die daar, kan mij het schelen, daar zitten. En ik denk dat dat het mooie is. Iedereen mag zijn zoals die wil. Haar keramiek heeft eigenlijk altijd een gedeelte wat niet geglazuurd is. Bij bijna al haar werkstukken vind je dat terug. Dat wil ze ook graag omdat ze de structuur van de klei zo mooi vindt. Daarop gebruikt ze dan een soort angobe om een beetje kleur te krijgen en een klein stukje is dan toch geglazuurd. Juist die variatie in het gebruik van materialen zorgt ervoor dat haar keramiek er toch weer heel anders uitziet dan de andere twee hiervoor getoonde. Thea de Visser heeft haar werk bij ons in de winkel staan en u kunt op haar website ook werk van haar terugvinden.